Henk van Hof, wat overheerst bij jou? Het gevoel dat we naar zo'n mooie wedstrijd hebben zitten kijken of het zure gevoel van twee punten verlies? Ja, ik vond het een leuk potje. Zeker tweede helft. En je geeft gewoon die overwinning weg. Makkelijk zat. We hadden dik moeten winnen, man. We hadden hier gewoon met 6-2 van het veld af moeten stappen. En dan zeg je hem volgens mij geen rare dingen. Ja, dat zeg je op basis van de tweede helft? Ja, op basis van de tweede helft. Maar de eerste helft speelden we ook niet slecht. De eerste helft speelden we ook niet slecht. Maar de tweede helft krijgen we zoveel kansen, joh. Jeetje, man. Ja, als de helft erin gaat, dan win je met 4-2. Echt, ik meen het. Maar goed, dan verdien je het ook niet. Jij kijkt natuurlijk een klein beetje door een nieuwkoopse bril. Dit waren twee ploegen die er vol voor gingen. En die allebei veel kansen hebben gehad. De eindfase van de wedstrijd maakt het verschil. Ja, je geeft het weg uiteindelijk nadat je die strafschop pakt. Wat gebeurt er? Ja, maar ja, weet je, je moet kijken hoe we op een 1-0 achterstand komen. Het is een ingooi van Nieuwkoop. En dan geeft hij hem op Portugal. Iedereen kan zien dat die bal aangeraakt werd. En daar komt een doelpunt uit. We krijgen in de laatste minuut, waar jij het over hebt, in de laatste minuut krijg je die pingel tegen. Als je ziet wat daar over afgaat, dat is gewoon Jos van de Hoorn, dan krijgt hij nog geel voor. Het is Ippon. Dan moet je gewoon verfluiten. We krijgen een vrije trap tegen, we krijgen een gele kaart. Ik word er echt niet vrolijk van die man. Maar goed, dan kennen ze zeggen, een scheidsrechter maakt ook wel eens een foutje. Maar dat zijn twee duur, hoor. Dat zijn twee doelpunten wat eruit voortkomt. Ja, goed, dan stopt Christy Pingel. Dat is niet de eerste keer dat hij een pingel stopt. Dan zit je in de 89e minuut. Ja, en dan krijg je weer zo'n voorzet van de rechterkant. Ja, die bal die mag er nog nooit in natuurlijk. Slecht verdedigd. Ja, makkelijk zat. Hoe duur is dat doelpunt? Ja, heel duur. Tenminste, voor mij is het duur. Laat ik het zo zeggen. Misschien voor Nieuwkoop niet. Want ja, misschien gaan ze op zaterdag voetballen. En dan is het goedkoper. Maar ja, voor mezelf vind ik het een duur. Want ik had die liever gewonnen. En dan, als je één puntje pakt tegen Nieuwkerk. Dan heb je na-competitie. Ja, en dan moet ik het nog zien. Ja, nu wordt het al een heel stuk lastiger. Nou moet je minimaal vier punten gaan halen de laatste twee wedstrijden. Velo in Nieuwekerk. Pittig. Ja, je praat als een aangeslagen trainer. Maar zit er ook trots op? Want je ploeg heeft zich vandaag in elk geval laten zien er alles voor te willen geven. Ja, je moet ook zien in de situatie waar dit elftal nu bivakkeert. Ik gaf net al, zaterdag, zondag. Je staat onderaan, je hebt te maken met schorsingen, je hebt te maken met blessures. Dan vind ik die gasten dat ze het goed gedaan hebben. Ze hebben 90 minuten geknokt. Je speelt met een speler die voor het eerst in de basis begint, Thijsie van der Zon. En als je dan nog bij de beste hoort van het veld, want ik vond hem echt fantastisch voetballer, Thijs van der Zon. Complimenten voor die jongen. Dan hebben we het met z'n allen goed gedaan. Daarvoor klinkt misschien heel zuur. Ik baal van die derde goal. Ja. Tot slot, geloof je er nog in, ongeacht het feit of Nieuwkoop ervoor gaat kiezen om op de zaterdag verder te gaan of niet, dat Nieuwkoop zich nog naar de na-competitie kan spelen? Goed, je moet wel reëel blijven. En, 4 punten tegen Nieuwekerk en Velo, wat ik al zei, is natuurlijk een hele lastige opgave. En dan moet Portugal nog geen 1 punt meer halen. Ja, lastig, heel lastig. Maar ja, goed, ja, nooit, er is niks onmogelijk in de voetbal. Stel dat je over 2 weken wint bij Velo. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan spelen de laatste wedstrijd thuis tegen Nieuwekerk. Die gaan de na-competitie in. Die gaan sparen voor de na-competitie. Wat gaat er dan gebeuren dan? Dus ja, opgeven. Ja, ik hou niet van het woord opgeven. Daar hou ik niet van. Het moet eerst maar gebeurd zijn.